Connection Ambulancezorg neemt de werkzaamheden over van het vorige maand failliet verklaarde MediExpress. De personeelsleden van MediExpress zijn vanmorgen persoonlijk door de curator geïnformeerd over de doorstart. Bij het bedrijf dat onder meer het vervoer van huisartsen op Schouwen-Duiveland regelt, zijn enkele tientallen chauffeurs werkzaam. Het norovirus is aangetroffen in een partij Zeeuwse oesters. Het gaat om een dusdanige gevaarlijke hoeveelheid dat ze vorige week van de markt zijn gehaald. Het norovirus veroorzaakt klachten als diarree en misselijkheid. Het gaat om één Zeeuws bedrijf dat in open water ligt. Dat bevestigt de VWA, de Voedsel- en Warenautoriteit. Om welk bedrijf het gaat, wil de VWA niet zeggen. Het bedrijf kwam het virus zelf tegen na controle. Milieucentrum Ecoscoop in Renesse is dicht. De gemeente Schouwen-Duiveland steekt er geen geld meer in, omdat Ecoscoop onvoldoende sponsoren kan vinden. De gemeenteraad praat in maart over de sluiting van Ecoscoop en wat er met het gebouw in Renesse moet gebeuren. Alleen de biologielessen voor scholen in het gebouw gaan door. Op het strandje bij Scharendijken was dit weekend een bijzondere ontmoeting tussen rottweiler Didi en een zeehond. De eigenaar van de rottweiler, Ria Christelijn uit Scharendijken, heeft het gefilmd. Ontmoetingen tussen zeehonden en honden hebben zich vaker op de kop van Schouwen voorgedaan. Heeft u tips? Bel ons of mail.